De klassieker Feyenoord-Ajax van komende zondag is nog niet uitverkocht. Er zijn nu nog ruim 6000 kaarten beschikbaar voor de kraker. Feyenoord doet er nu alles aan om de Kuip vol te krijgen. Op de dag van de wedstrijd zelf worden er ook nog kaarten verkocht. Dat gebeurt normaal gesproken niet. De kartonnen boot van kunstenaar Philip Jonker is vannacht teruggekomen op Nederlandse bodem. Vorige week dinsdag maakte Philip in zijn kartonnen schip de oversteek van Rotterdam naar het Engelse Ramsgate. De douane maakte vandaag een röntgenscan van het bootje als afsluiting van het kunstproject. Landelijk gezien is het politiekorps Rotterdam-Rijnmond er in 2009 financieel het meest op achteruit gegaan. Onderzoekers bekeken de financiële positie van alle 25 politiekorpsen in Nederland. De verwachting is dat de helft van de korpsen over 3 jaar technisch failliet is. Bij Rotterdam-Rijnmond moest vorig jaar al ruim 12 miljoen euro van de reserves worden aangesproken. Bij de Roodheb is woensdag het zout gestort waarmee Rotterdam de strengste winter aan kan. Volgens de Rotterdamse reinigingsdienst is er dit keer een voorraad aangelegd die groot genoeg is voor een strenge vorst als vorig jaar. Afgelopen winter was er zout tekort. Veel wegen bleven dagenlang spiegelglad door ijs en sneeuw.